ga de hamer van de grote klok losmaken. Of dat ga ik proberen. Want anders wordt heel de stad de aankomende 20 minuten knettergek. We konden een uurtje langer blijven liggen vanmorgen door het verzetten van de klok. Veel digitale klokken verspringen vandaag naar de wintertijd. Maar de kerkklokken gaan nog niet automatisch naar een andere tijd. Zo liep Zaltbommel vanmorgen een uurtje achter. Of een uurtje voor, want het is pas 11 uur. Maar op de klok staat 12 en daar gaan we wat aan veranderen. Hoe ver moeten wij de toren in? Het valt mee gelukkig. Het uurwerk staat op de eerste verdieping. Dus we hoeven maar 14 meter te klimmen. Het zijn ongeveer 70 treden. Ik ga de hamer van de grote klok losmaken. Of dat ga ik proberen. Want anders wordt heel de stad de aankomende 20 minuten knettergek van al het geluid. De kerkklok kan alleen vooruit en slaat dan ieder kwartier. 44 keer de kerkklokken luiden is net wat te. Ik doe het heel graag, maar ik weet dat de gemiddelde bommelaar daar niet vrolijk van wordt. Dus dan zetten we hem even uit. Het uurwerk wordt in principe automatisch verzet. Maar omdat het koud is, is het vet wat erin zit om het te smeren redelijk dik. En wilt hij wel eens haperen? Dus we doen het eigenlijk altijd. Wat nog veel leuker is, is dat tegenwoordig Facebook en Instagram bestaat en mensen nu in paniek raken, want die zien die wijzer ook boven zo ronddraaien. De beheerder krijgt daar regelmatig reacties over, want de kerkklok wordt goed in de gaten gehouden. Als je vier keer ding hoort, is het toch makkelijker dan je mobiel uit je zak pakken en kijken hoe laat het is. En het is ook een soort cultuur die door zo'n stad gonst, letterlijk. En nu weer op tijd.